eerst tekenen volgens mij. Let's go. Alle formaliteiten zijn afgerond. Je bent Ajaxiet. Welkom. Hoe voelt het om hier te zijn? Ja, goed. Het moet allemaal wel even landen nog. Dat wel, maar dat is ook wel normaal, denk ik. Maar voelt wel heel goed en ja, ik kijk er ook wel echt enorm naar uit, naar deze uitdaging. Waarom wilde je dit graag? Nou, ik was er voor mezelf al wel uit dat ik graag een nieuwe uitdaging wil aangaan om me toch te blijven ontwikkelen als voetballer. Toen Ajax uiteindelijk echt concreet werd, ja, dan ga je er natuurlijk over nadenken. En ja, kwam ik eigenlijk wel tot de conclusie dat, ja, dat dit voor mij een goede stap zou zijn om betere speler te worden. En ook eigenlijk samen met de club en ja, mijn nieuwe teamgenoten de ambities waar te maken. Wat ook zelf bij mijn eigen ambities past. En ja, toen ik daar steeds beter over ging nadenken, kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat ik daarvoor wou gaan. En daar ook helemaal achter sta. En wanneer begon het een beetje te spelen allemaal? Ja, eigenlijk een beetje tijdens het EK. Uiteindelijk heb ik dat wel geparkeerd omdat ik me helemaal op het EK wou richten eigenlijk. Maar toen speelde het al wel en na het EK is het eigenlijk ja, concreet geworden en dan moet je zelf ook knopen gaan doorhakken op een gegeven moment. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja, het is niet de makkelijkste stap die je maakt. Nee. Je had naar het buitenland gekund bijvoorbeeld. Heb je getwijfeld? Ik heb niet getwijfeld. Ik heb wel, wel overwogen keuze gemaakt. Ik heb er goed over nagedacht. Ik heb ja, de mensen om me heen die mijn hele traject vanaf kleins af aan hebben mee gemaakt, heb ik hier gewoon goed over gesproken. En het is natuurlijk niet zomaar een stap, maar ik sta er wel heel erg achter. En ja, het is ook wel een hele mooie uitdaging. Het is ook wel een heel mooi iets. En zo wil ik er ook wel naar blijven kijken en succes behalen met deze club. Je vertelde net dat het tijdens het EK een beetje begon te spelen. Heb je nog met de jongens van Ajax gesproken die daar waren? Klaassen, Gravenberg, misschien zelfs wel Frank de Boer? Ja. Eigenlijk wel. Zoals ik net zei, ik wou het eigenlijk parkeren. Ik wou er niet te veel over nadenken nog. Maar ja, die jongens die herinneren me toch wel elke dag even aan. En ja, dat gaf ook natuurlijk ook wel een goed gevoel. Dat uiteindelijk de club er ook helemaal achter staat, de directie. Maar uiteindelijk ook je nieuwe teamgenoten. En dat gevoel had ik wel heel erg bij hen. Ja. Ja, het is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Waarheid ligt uiteindelijk op het veld. Ik probeer mijn spel te spelen die ik altijd al heb gespeeld. En mijn rendement en creativiteit. Ik ben een speler die eigenlijk altijd de oplossing naar voren zoekt. En ja, voor de rest is het aan mij om dat te laten zien. Je tekent tot 2025. Je zegt net dat je wil successen behalen. Kan je daar iets specifieker over zijn? Wat wil je bereiken in die jaren? Nou, natuurlijk zoveel mogelijk prijzen winnen. Mezelf ontwikkelen als een betere voetballer natuurlijk. En ja, uiteindelijk wil je je meten met de allerbeste. En dat podium ligt hier. En dat is de Champions League natuurlijk. Dat is iets als voetballer ja, waar je alleen maar beter van wordt, denk ik, om tegen zulke spelers te spelen. En ik hoop ook daarin, in die competitie natuurlijk met Ajax, ja, mooie dingen te laten zien. En ook die ambities waar te maken dus. Heb je al met de trainer gesproken? Wat zijn zijn verwachtingen van jou? Ja, we hebben wel gesproken, tuurlijk. En nou, hij verwacht eigenlijk dat ik mijn spel hier naar Ajax breng. Dat ik mezelf ben. En uiteindelijk is ook daarin ligt de waarheid weer op het veld. Dus ik zal het ook moeten laten zien. Ja, wat is je doel op korte termijn? Nou, op korte termijn is alles laten landen, mezelf ja, goed voelen, even wennen aan de nieuwe omgeving, nieuwe teamgenoten. En ja, zo snel mogelijk mezelf zijn en presteren op het veld. Waar kijk je het meeste naar uit? Ja, toch uiteindelijk om met mijn nieuwe teamgenoten op het veld te staan. Ze te leren kennen en samen onze ambities waar te maken. Ik denk dat dat het beste samenvat.